Welkom bij Uitgelicht. De historische Kring Hoogland heeft in samenwerking met historicus Gerard Raven van Museum Vlieghieten een boekje uitgebracht. Daarin staan verhalen over Hoogland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Eén hoofdstuk is gewijd aan de begindagen van de oorlog. Hoogland lag toentertijd in de Grebbelinie. Toen de Duitse invasie begon, moesten de inwoners van Hoogland evacueren. Op 1 september 1939 mobiliseerde Nederland. Veel Nederlandse militairen lagen gelegerd rondom de Grebbelinie. Dit was een waterlinie die versterkt was met bunkers en tankvallen. Broer en zus Gradus Hilhorst en aaltje Tondeur Hilhorst weten nog veel van die tijd. Wij klommen op Kamp Veen en toen kwamen die militairen met de mobilisatie bij ons. En dat was zoals dat vroeger zeiden ze, de mensen, dat is het paardenvalk. Die mensen die kwamen, die militairen kwamen de paarden en karren en kanonnen, kwamen ze op Kamp Veen en die paarden werden er gesteld. En die militairen die waren daar ook bij ons. En gekwartierd en die liepen s'nachts, sliepen ze op een hild op de, in de veestal. En dat was hun verblijf. Een militair en die heette Fuchs. En die kwam uit Vught. En die moest alle morgen, moest hij met toeter, moest hij door die Wieland heen, moest de kaptein moest die wekken. En wij niet opstaan, dan blijven we liggen. Vind je wel, zo was dat. Gradus en Aaltje waren toen respectievelijk 17 en 21 jaar oud. Toen op vrijdag 10 mei 1940 de Duitse invasie begon, moesten zij, net als alle andere Hooglanders, worden geëvacueerd. We wisten nergens van tevoren. Nee. Toen kwam er een buurman, die zat in de commissie, en die kwam er vertellen dat van 2 uur klaarstaan moesten om te vertrekken naar Spakenburg. Ja. En daar moesten we dan naartoe, allemaal lopen, fiets nog wat mee en wat kleding. Veel te weinig natuurlijk. En zo liep dat in een stoet helemaal naar Spakenburg. Ja. En daar moesten we op de boot naar Edam. Ja, wat kon u allemaal meenemen aan spullen? Een kussensloop met wat kleding erin. Ja. Of mensen die een grote gezin hadden, een grote beddenzak. Daar ging alles met mee. Dat zag. En sommigen gingen ook al wat wegbrengen met een paard en wagen naar Bunschoten weer. Ja, maar jullie moesten weg, hè? En hoe was eigenlijk het, misschien weet u dat nog gewoon goed, hoe was het gevoel wat jullie toen hadden? Angst? Het of? Gevoel? Nou. Ja, hoe het overkwam, dat weet ik ook niet. Maar het was zo, het bevel kwam. En alles, het vee moest aan met de straat op. En die mensen moesten aan vertrekken. Het ging allemaal heel gedwee. Ja. De mensen waren heel anders als deze tegenwoordige tijd. Ja, ja dat ging gewoon. Ja. En achteraf keek hij de Griekse in, wat ze dachten over, gewoon de dame toe, rovenmarkt, we zijn weer thuis. Dat viel dan mee dat het maar een week was. Maar ik bedoel, maar je wist nergens van wat oorlog was. We hebben nooit geen oorlog meegemaakt. We gingen heel nuchter weg eigenlijk, je wist niks. Ja. Dus, Ondanks de ernst van de situatie hebben broer en zus goede herinneringen aan de evacuatie. Vooral ook omdat zij zo goed werden opgevangen door de inwoners van Edam en Volendam. Toen zijn we met de boot naar gaan varen en het werd avond en nacht. En de vliegtuigen kwamen boven en die... De baan van de boot die kon de weg niet meer vinden. En toen zijn we in Horen aangekomen. En daar moesten we blijven liggen tot het weer licht werd. En toen kwamen we in Edam in een grote schuur. En er was dan ook een commissie. En die mevrouw die moest dan ook helpen. En die nam mij en mijn zus mee. En zodoende wisten wat ze mee kreeg, 2 meisjes. Ja. En zo. En daar werden we ook heel leuk ontvangen, daar zijn we goed verzorgd ook. En zo. Ja. Is dat dan toch een beetje een saamhorigheidsgevoel van Nederlanders onder elkaar? Ja, ja. Want vroeger. En,
En elke dag, die mensen die trokken allemaal weer naar de dam toe. Weet je wel, die spraken elkaar aan weer. Er was geen verschil. Zoals maar, het tegenwoordig is. Nee. Maar dat was ook, Volendam is toen in 1916 met die watersnood heel hoog hier naar Hoogland gekomen. Hier was het hoog en dan brachten ze de eenden mee. En zodoende konden we daar weer goed terecht. Dat was... Ze hadden goede herinneringen aan jullie, omdat jullie hun toen de tijd opgevangen hadden. Maar ja, dat weet ik niet, want ik ben van 19, dus... U was toen 21, jonge meid eigenlijk. Ja. Heeft u dat ook ervaren als meer een soort uitje of zo? En dan natuurlijk ook de dreiging van de oorlog, maar meer ontspannen dan, denk ik, als je wat ouder was? Mijn vader die zei, ik had een week vakantie gehad. Maar ik en mijn zus, of mijn zus en ik... Die gingen ook naar een hotel in Edam weer. Daar waren nog meer mensen. En daar gingen we helpen het eten verzorgen. Okay. Dus een paar dagen zijn we daar geweest. Daar kwam ook door die mevrouw, die zat in die commissie. Wij waren dan. Nou, ze hebben ook nog wat afleiding gehad. Ja. En voor u eigenlijk dezelfde vraag, hè? Nou, u was ook gewoon een jonge knaap eigenlijk. En, en liep je daar, dus er staat daarmee, liep je daar op gele klomp. Als een echte hooglander, hè? Ja, een hooglander, ja. De hooglanders konden al vrij snel weer terug naar huis. Maar eigenlijk begon de ellende nu pas echt. Door de gevechten waren er 80 huizen en 55 boerderijen verbrand. Het huis konden we ook weer binnen, we hadden het wel op slot gedaan, maar er waren toch militairen of iemand binnen geweest. Want er waren metworsten, vroeger slachtingen, en dan waren metworsten op zolder, er waren er een paar van weg. Maar anders misten we het toch niet. En vooral die mensen die ook gingen even geweren, en die hadden spannend aan de woning, aan de boerderij, aan ze leeg gedragen. En toen konden ze gaan smetten en toen stond het hele spul stond in de brand, hè. Dat is een hard gelag wat je achterlaat. En dan denk je dan niet eens hoe zal het weer terugkomt. Dat moest je ook nog wel aanwachten. Ja. En toen bij de terugkomst, toen was er alles afgebrand. En toen kregen die mensen van de bijstand, of dat weet ik niet precies, dan kregen ze allemaal een groene keet. Die was groen. En daar konden ze in wonen. En ze zag je dan de zadels op. En toen kwam de wederopbouw. En die hadden een goed stuk werk gedaan. En die boerderijen waren een tijd van 2 jaar, waren samen weer opgebouwd. Ook de oorlogsjaren na de evacuatie hebben diepe sporen nagelaten bij onder andere de familie Hilhorst. De Duitsers zetten uiteindelijk jonge Nederlandse mannen aan het werk in Duitsland. En ook Gradus kreeg een oproep. Die oorlog dat werd steeds snijpender, hè. En van jaar tot jaar werd het steeds erger. En toen kwam er een arbeidsinzet. En toen moesten die jonge jongens, daar was ik ook bij, moesten gekeurd worden. En dan moesten we daar afgevoerd worden. Ik moest naar Brandenburg toe. En daar ben ik dood geweest. Want ik ben ondergedoken. Dat was 12 of 13 juni 1943. Ben ik ondergedoken bij een zwager van me. Op Hoge Rast. En daar kwamen we toen daarop. En toen zaten er al 2 jongens uit Soesterberg. Die waren van iets familie van die zwager van me. En die heette Van Angeren. En toen waren de groeten wel. En toen komt er nog een jongen van Hoogland af. En dat was Aanten van Veel. En dat was een schoolkameraad van vroeger. Die woonde op de Haam. En die liep op station naar Amersfoort. En dan komt die Jan Brouwer komt die tegen, dat was een veehandelaar. En die zat dan de Fransen. En toen zeg ik tegen Aanten van Veel, wat moet jij hier doen? Ik moet hier naar de arbeidszijn zetten, naar de Duitsers toe. Niks te van, terug naar Wille van Engel toe, over Soest heen. De hem over en daar ga je heen. Ja. En dat was het. En dat bedoel ik het, dat ik van de week ook nog een keer vertel. Maar je bent wel 2 jaar bij de gemeenschap bij uit geweest. Ja. En dan wonen. En daar hebben we het.
De Hooglanders zijn uiteindelijk een kleine week in Edam en Volendam geweest. Maar het contact met de mensen al daar is altijd gebleven. Die mensen zijn nog wel eens bij ons geweest en later gingen we trouwen. En toen had die man al een stuk gemaakt, een mooie schilderij. Dus, en mijn zus kreeg dat toen ook toen die weer trouwde. Ja, ze zijn als gedurig geweest. In 1974 ging verhuizen vanaf de boerderij hier naartoe. En toen stuurde die maandag een felicitatiekaart. Mijn zoon ging trouwen. En toen was hij 92. Op zaterdag 10 juli 2004 gingen 56 Hooglanders onder leiding van de bekende Hooglander Gerard Hilhorst naar Edam en Volendam. Ze wilden de plekken terugzien waar zij in mei 1940 zo gastvrij waren opgevangen. En iedereen had natuurlijk een andere herinnering aan die tijd. In totaal zijn 4177 Hooglanders geëvacueerd.